We beginnen in Breda, want daar heeft een arrestatieteam een medewerker bevrijd bij jeugdgevangenis Den Heiakker. Verslaggever Ilse Schoenmakers, jij bent daar. Ja, wat is er gebeurd vanmiddag? Ja, het is eigenlijk heel onduidelijk wat er nou precies gebeurd is. En de jeugdgevangenis wil er eigenlijk ook heel weinig over loslaten. Wat ze ons wel vertelde is dat een medewerker op de afdeling geen contact meer kon krijgen met haar collega's. En daarop besloten ze om de politie in te schakelen. Ja, kennelijk een schrijnende situatie, want die trokken uit met grof geschut. Een arrestatieteam, politiehelikopter en de brandweer. Omstanders hier die hoorden knallen en daarna werden drie jongeren opgepakt. Ja, om wat voor jongeren gaat het die daar zitten? Het is heel uiteenlopend waarom jongeren hier zitten. Sommigen hoeven hier alleen 's nachts te zijn. Er zijn jongeren met jeugd-TBS en ook jongeren die hier zitten omdat ze veroordeeld zijn voor een delict. Het gaat om 78 jonge jongens in totaal, in de leeftijd van 12 tot 24. Ja, en drie daarvan die zijn nu dus opgepakt. Dankjewel Ilse voor dit moment vanuit Breda.